En vandaag in recepten van topchefs. Aan mijn zijde aan deze kant Hein Willemsen, SVH meesterkok. Hein, zeg ik het juist, dat waar jij bent is je restaurant? Tegenwoordig wel. Vroeger had ik een restaurant, heb 15 jaar gedraaid. En nu doen we alleen maar eigenlijk leuke dingen. Eigenlijk alleen maar waar jouw hart ligt. Ja. Ik zie hier een waanzinnig stuk vlees liggen. Ja, dit is super. Wat is dit? Dit is een Black Angus sucade. En hier gaan we, die gaan we mooi even aanbakken. Dan gaan we stoven in een mooie kalfsfond. Ja. En daar gaan we iets lekkers van maken. De Black Angus, een van de meest malse rundersoorten, heeft te maken met de voeding, de rijping. Wat zie jij zo graag? Nou, normale sucade, best wel een iets minder mals stukje vlees, maar als ik hier mijn vingers in zet, dan ga ik al, die schiet al naar binnen. Dus dan weet je al van, het is zo mals. En natuurlijk gaan we dat een mooi stukje vlees behandelen met een mooie olijfolie. Daar gaan we ook in bakken. Goed, jij pakt daar de Ochi Blanca voor. Ja. Waarom heb je daarvoor gekozen? Nou, ik heb hiervoor gekozen omdat je hier punt 1 lekker in kunt bakken. Hij kan een hoop hitte hebben en hij geeft een mooie olijfolie smaak af. Dus wat dat betreft helemaal op zijn plek. Wat doen we met de temperatuur? Goed heet. Ja. Want hij moet even fel groeien. Dan krijgen we die mooie Maillard reactie. Die melksuikers die gaan zich omzetten en dan krijg je smaak. Dus en daar gaan we voor. Gewoon even lekker de pepermolen en de zoutmolen eroverheen. Kijk, het moet natuurlijk niet zo zijn dat de walm eraf moet komen, maar hij moet wel lekker heet zijn. Je ruikt die olijfolie, hè? De Ochi Blanca, die doet haar werk. Dit is gewoon mooi. Je houdt hem toch in beweging. Waar leg je nu goed op? Nou, dit is voor mij een wat vreemde pan natuurlijk. Dus dan moet je altijd even kijken dat hij niet aan de onderkant vast gaat zitten. Dus daarom houden we een beetje in beweging. En nou laten we het vuur gewoon zijn werk doen. Ja, rondom, kijk. Dus ook de zijkantjes even meepakken. Je helpt hem even. Niet te veel in vlees prikken. Nee, maar dat maakt in deze niet uit, want het wordt dadelijk in die fond toch helemaal, die wordt helemaal opgenomen. Dus, dat kan geen kwaad. Nou, in deze pan hebben we mooi wat kalfsfond zitten. Dus daar gaan we hem in garen. Wat is hieraan vooraf gegaan? Nou, we hebben mooi de kalfsbotten hebben we even aangezet in de oven. Daar hebben we wat bouquet op gedaan. Een klein beetje rode wijn afblussen. En een kleine 24 uur laten trekken. Daarna gezeefd, gepasseerd door een mooie fijne zeep. En dan krijg je een fond die, die en een hele mooie smaak al heeft. En die, die eigenlijk stijf in de emmer zit als die uit de koelkast komt. En dat is wat jij wil? Ja, nou. Daar gaat ze. Goed. Nou, we doen er een klein beetje groente. Want hier zitten natuurlijk heel veel smaakstoffen in die olie. Eigenlijk ga jij hetzelfde vocht gebruiken. Ja, absoluut. Beetje wortel. We hebben een beetje prei, uien. Een bolletje knoflook. We doen er wat verse laurier. En wat rozemarijn bij. Even lekker mee aanbakken. En je ziet ook, die onderkant van die pan die wordt helemaal schoon. Dus alle smaakstoffen zitten dadelijk gewoon. Goed, wat gaat daarbij? Een klein beetje runderbouillon. Mooie heldere bouillon. Wat gaat er met deze groente gebeuren? Die gaat gewoon op de fond. Wat is het volgende wat we gaan doen? We gaan appelmoes maken. Ik ben heel erg benieuwd, voor welk appeltje heb je gekozen? Dit is een appeltje wat van een 40 jaar oude boom afkomt. En er is niemand die weet hoe die appel heet. Maar het is een hele mooie, frisse, zure, stevige appel. Dus het is echt een appelmoesappel. Hij is spierwit. En we doen hem mooi schillen. En alle kroosjes er netjes uitsnijden. Maar dat is bij deze ook gebeurd. Het wordt toch een appelmoes. De appeltjes erin. Goed. Zo. Nou, wat we erbij gaan doen. Klein beetje appelsap. Een heel klein beetje rietsuiker bij. Niet te veel, want het is de bedoeling dat het mooi fris, zuurig gerechtje. Ja, blijft. Wat rozijntjes erop. De geur is waanzinnig lekker. En we doen bij deze lekker een beetje amandelspijs in de mousse. Hoe ben je daar aan gekomen om dat eraan toe te voegen? Ik hou van noten en amandelspijs heeft natuurlijk een hele mooie, fijn gedraaide amandel. Plus het geeft een beetje binding aan je appels.
En als je dat als tussengerecht bij een mooi stukje gestoofde chicade doet, dan is dat gewoon een hele lekkere combinatie. Nou, dan gaan we nog een heel belangrijk onderdeel aan toevoegen. Ik doe er ook wel eens boter in, maar voor vandaag, in verband met dit gerecht, doen we er lekker een beetje olie in. Oké. Boter bij de appelmoes. Ja, altijd. Ah, welke olie ga je gebruiken? Een mooie filmende smaak. Ik doe nou een beetje piekadoe. Ja. Want dat heeft ook dat botersmaakje. Dus niet te flauw, gewoon lekker. Nootje, klein bittertje. Dus dat mag je allemaal hebben. Nou, als finishing touch doen we er een klein beetje kaneel in strooien. Zo. We laten dat lekker. Ik wil een droge appelmoes. Ja? Dus niet dat die over het hele bord vloeit. En je ziet ook dat we echt geen citroen nodig hebben om hem mooi blank te houden. Voor nu? Voor nu is hij helemaal mooi. Ik heb dezelfde sucade heb ik al gekookt. Dus deze heeft 7 uur in gekookt, de pan gezeten. 7 uur lang? Ja. Je laat hem ook in het vocht afkoelen. Dus je zet hem 7 uur op. Ja. Niet koken, maar gewoon tegen de kook aan. En dan 7 uur later, je voelt een keer met je vork. En als je er gewoon doorheen kunt, dan is die zet goed. Je de pit uit en je laat hem afkoelen in het vocht. En dan is dit het eindresultaat. Wat ga je daarmee doen? Nou, we gaan hem mooi even in plakken snijden. Ja, dit is gewoon mega mooi. Kijk eens. Echt wel. Ja, dit is super. Maar we gaan er toch nog even iets mee doen. Oké, vertel. Want dit is heel zacht en ik hou van... Ja, een beetje bite. Dingen met een bite, met een krokantje. Ja. Dus we gaan hem krokant bakken. Zo, wat hebben we nodig om te paneren? We hebben een eitje nodig om even het vlees erin te halen. Mm-hmm. Die kloppen we heel eventjes los. En alleen ei is ook maar ei. Dus er komt nog wat bij, hè? Ja, altijd een beetje peper en zout. Dus het moet altijd op smaak gebracht worden. Anders ga je je smaak vervlakken. En om hem nog beter te laten bakken, doe je er altijd een klein scheutje olie in. Goed, en je laat weer die ojo blanca terugkomen. Ja, want dat heeft ook gewoon een hele mooie smaak. Dan hebben we een beetje bloem. Gewoon Amerikaans patent. Goed. En hier heb ik gemaakt een paneermeel van witbrood. Ja. Half witbrood, half panko en een beetje Madras curry. Dat is heel mooi dadelijk bij die appelmoes. Kijk, even door de bloem. Ja. Goed afkloppen. Ja. Even door het ei. Niet te veel, het overtollige eraf. Ja, en daar als laatste. En mooi in de paneer. Ook hier weer even afkloppen. Kijk, zie je, de appelmoes is mooi. Ja, je zei zojuist ook van de appeltjes die blijven eigenlijk nu nog bij elkaar. Maar kijk, ja. Nu vallen ze uit elkaar. Ze zijn heel mooi zompig, die hebben daar vocht opgenomen. Dus dit is appelmoes. Hein, vertel, wat is jouw volgende stap? Heel even een klein beetje peperzout op de ganslever. Een mooie plak afgesneden. Die doen we heel even in de bloem drukken. En deze lever heeft zoveel vet dat je ook geen vet in je pan nodig hebt. Alleen een beetje een hete pan. En die bakt dan in zijn eigen vet. En dan is dat dan met die bloemlaag niks aan toe te voegen. Geeft dat heel mooi effect. Maar in deze pan ga je wel olijfolie doen. De ja, want hier doen we lekker die chicades in bakken. Mm-hmm. Dus, zo, dan kan hij mooi rustig gaan. Goed. Daar gaat de chicade in de pan. Voorzichtig heel de vork eronder houden, want anders heb je kans dat hij door midden breekt natuurlijk. Kijk, de lever begint ook al mooi te bakken. Maar Hein, dit heeft allemaal niet heel lang nodig, hè? Nee, het vlees is schaar. En dan doen we hem heel eventjes in de oven zetten. Dan doen we ondertussen de paddenstoeltjes bakken. En dan gaan we het gerecht afmaken. En eigenlijk in de oven zetten is alleen maar om warm te houden. Ja. Kijk, in die oven krijgt die ganslever nog net even iets meer temperatuur. Het gaat in de miele oven, maar puur even om warm te houden. Ja. Kijk, doen we er een lekker druppeltje olie bij. En dan lekker eekhoorntjesbrood. Nu ook de periode. Ja, dit is echt mooi. Kijk, wat ik dan wel heel lekker vind, is gewoon een heel klein beetje verse knoflook. Ja, even gewoon een teentje. Ja? Nou, geen teentje, dat is te veel. Maar net even een vleugje. Kijk, daar zie je ook al aan dat het een hele mooie paddenstoel is. Want die bakt lekker droog. Geen vocht eruit. Dit is wat jij wil hebben? Zo wil ik ze hebben, ja. Goed. Een bord pakken. Gaan we naar het dresseren van het bord? Ja. Ik ben heel benieuwd. Eerst even de finishing touch. Even lekker wat gehakte amandelen. Doen we erbij. Dat doen we op het laatste moment. Waarom? Anders krijg je hele slappe noten. En ik vind een noot, die moet je kunnen proeven, die moet bijten.
En op deze manier doe je in die warme appelmoes lekker die gebruneerde amandelen en lekker die walnoten. En die notensmaak is bij die foie natuurlijk dadelijk heel erg lekker. Maar nogmaals, als laatste handeling voordat de uitgift is naar de gast. Ja. Nou, kijk nu. Nu is hij lekker warm. Ja. Dan gaan we dadelijk knellen. We gaan nog één belangrijke handeling doen. De mosterdillen. Mosterdillen, maar ik zie daar op het etiket Hein Willemsen staan. Ja, dat klopt. En je zei, je doet alleen maar leuke dingen. En dat is onder andere dit. Mosterd maken. Een gans leven met mosterdillen is de bekende hemel op aarde. Eigenlijk hoort op alles mosterdillen, maar dat zullen we maar niet doen. Voor vandaag hou je eigen nog in. Oké, okay, goed. Maar nogmaals, ik ga er heel graag van proeven. Oké, okay, je gaat nu een mooi knelletje maken. Ja. Tada. Zo. Zo. Een beetje van het eekhoornjesbrood. Mooi omhoog. Ja. Dit wordt eigenlijk het bedje. Ja, zo kun je het eigenlijk noemen. Daar komt die mooie chocade. Ja. Hier leggen we lekker een mooie dikke plak ganzenlever tegenaan. Black Angus meets ganzenlever. Dan gaan we. Ja, wat is dat? Dit is peperkoek. Die hebben we even gewoon op de snijmachine gesneden. En peperkoek geeft gewoon heel veel smaak. En die hebben we even gedroogd in de oven. En die steken we gewoon als schotje zo even in de appelmoes. Ja. Vandaar ook dat we een droge appelmoes nodig hebben. Ja. Want anders dan druk valt hem om. Ja, dan drukken we hem helemaal plat. Kijk, dat hij heel crispy is, dat zie je wel. Hein, wat een waanzinnige kleuren. Ook echt. Beetje herfst, ja, hè? Een beetje van deze tijd. Ja, wou ik net zeggen. Helemaal van deze tijd, van deze tijd van het jaar. Nou, omdat we ook het vlees gebakken hebben in de olie, doen we om de saus af te maken een klein druppeltje erbij. Geeft een hele mooie filmende smaak aan je saus. En ik vind in een jus, zoals deze is, deze heb ik niet verder ingekookt. Dus je hebt een lekkere, niet al te dikke, krachtige fond, maar puur de smaak van de chocade. En er mag best zo'n vet druppeltje op zitten, dat hoeft niet altijd glad te zijn. Dat mag allemaal best. En je gaat hem er zelf bij doen. Dus niet weggelegd voor de Zwarte Brigade. Nee, dat is gewoon, kijk. Je wil het graag zelf doen. Een hele lekkere jus. Als je daar die appels erheen haalt en die paddenstoeltjes. Die combinatie is waanzinnig lekker. Dat is fantastisch. Jij wordt hier blij van, hè? Dit is gewoon snoepen. Dit is snoepen. Kijk eens. En dan helemaal. Chef. Als laatste. We hebben nog iets uit de tuin van Koppert Kreft. Ja. Wat heb je meegenomen? Wat hoort er bij mosterdillensaus? Lekker een beetje mosterdzaad. Ja. En dit zijn de scheuten van mosterd. En ons gerechtje is helemaal klaar. Ja, chef. Ik wil je bedanken voor een schitterend tussengerecht. En ik zou zeggen, dames en heren, gaat u thuis aan de slag. Een mooi tussengerecht van de hand van SVH-meesterkok Hein Willemsen.